hoesten. Ik ben echt erboven. Oh. Het gaat wel echt vette beelden opleveren, want de 360 beelden zijn zo vet. Goedemorgen dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Biefem op je beeldscherm. Oké, wat ben ik eigenlijk weer bezig? Goedemorgen dames en heren, welkom weer een gloednieuwe vlog. Leuk dat jullie er allemaal weer bij zijn. Het zonnetje is er vandaag ook weer heerlijk bij. En ik heb de mooie groene pul weer aan. Nogmaals, shout-out naar Buchan trouwens, want ik ben super blij met deze pul. Want ik had echt veel te weinig kleur in mijn kleerkast hangen, maar nu, dit groen staat me echt super goed, vind ik. Al zeg ik het zelf. Dus heel blij mee. Waar ik ook nog steeds heel blij mee ben, is de nieuwe inrichting hier. De nieuwe plankjes aan de muur. Ik blijf het echt zeggen, maar het ziet er zo vet uit. Ik heb hier een jaar gewoond, zonder een beetje moeite te steken eigenlijk in het inrichten. Maar zo ziet je maar dat dat eigenlijk echt wel nodig is, want ja, dat maakt het gewoon veel huiselijker. Dus het is echt nice. Ik ben de dag zoals gewoonlijk weer begonnen met editen. En dat ga ik nog even verder doen, want de vlog is nog niet afgeëdit. Het is wel super grappig. Dus als je de vlog van gisteren nog niet hebt gezien, check die dan even, want het is echt heel leuk. Ik hoor super veel lawaai mensen. Gaat het zo'n beetje, ja? Holy shit, man. Hé, hey, ik kon die niet even wassen. Maar het is gisteren gewassen. Dat kan toch niet? Wat is het? Ik heb 3 keer gewassen of zo. Dat kan toch niet, ja? Is dat ding al zo snel vuil? Geen zwarte auto meer kopen. Dat is gewoon de oplossing. Laat die rappen, hè? Ja, ik scheet geld. Ja, mensen, sommigen van jullie zullen deze auto nog wel kennen. En we hebben hem nu even naar de carwash gebracht, want hij was wel vuil, dus we gaan hem even weer helemaal laten blinken. Oh, het blijft zo'n dikke auto, hè. Niet normaal. Echt ongekend gewoon. Oké, mensen, check dit. Siebe is al echt krap om hierin te fitten. Laten we kijken hoe het Joran past. Kom maar zitten. Ik ben nog niet open. Ja, mooi man. Ah. Dat is beter, maar ik kom zo rijden. Ja? Oh joh. Oh joh. Boze hond. Zit eens rechtop. Je komt er gewoon boven. Ik kan hier tussendoor kijken. Maar je hebt de stoel nog hoger. Ja, ja, ik ben de hoogste. Ik ben echt erboven. Oh! Een de camera. Zijn petje. Ah. Draai, ik kom mijn petje wel terug hebben. Kom achter tot daar. Hè. Zijn pet gaat waaien. Oh my god. Ik kan niet. Oh, misschien toch maar op de laagste stand. Welkom in de auto. Hopla. Sorry, je petje was gaan vliegen. Ik ga stukken. Voilà. A few moments later. Mijn wapen. Je wisselt van de... Mijn plek! Oh, ik kan niet meer, joh. Ik kan niet meer. Holy shit. Oh, joh. Hoe groot kunt je zijn, joh? 2 meter 3. Oh, joh. Oké, mensen, we hebben hier iets leuks. Ik heb hier een constructie gemaakt. Dit gaan we proberen op de auto te zetten. En dan kunnen we misschien mooie shots maken van de auto. Of ja, van het geluid vooral, denk ik. Dus als we... Dat hier ergens plakken. Kijk, we worden dus eigenlijk de 360 eraan hangen, maar als we die zo kunnen tapen, dan is dat misschien ook wel heel vet, hè? Gaan we dat doen? Ja. Wacht, ik ga tape zoeken. Oké. Okay. Dat is echt wel lekker. Oei, oei, oei. Dat is hier echt de constructie à la, ja, ons gewoon. Als dat maar goed komt. Het gaat wel echt vette beelden opleveren, want die 360 beelden zijn zo vet. Hey. Wayo. Oké, dus wayo, maat. Dat is... Ja, 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 dit is hem, dit is hem. Oh, dat wordt zo vet. Oh jongens, daar hangt hij hoor. De 360. Ik vind het wel echt spannend. En gewoon die GoPro ook op het dak. Ja, alles zit normaal stevig vast, dus hier komen de mooie beelden.
helemaal niks door. Maar joh. Kijk. Hoe groot kun je zijn, kerel? Ja, oké, okay, we zijn in Kapermolen. Blijkbaar gaan we zwemmen. Ik heb niet eens een zwembroek bij, ik heb niet eens handdoeken bij, maar Joran gelukkig wel. Kijk, is er ook bij, dus let's go, man. Kijk, de postcode is vol in een zak. Hé, hoe lang zijn jullie er al niet meer geweest? Nog goed. Al een half jaar. Serieus? Deze man. 3 hours later. Hey, hoe was het, boys? Het was fucking lekker. Oh, we zijn helemaal kapot. We zijn echt. We hebben echt 3 uur in dat zwembad gehangen of zo, hè? Gehangen, gezwommen. Oh ja, niet normaal. Ja, we mochten geen camera meenemen, helaas, maar het was alsnog leuk, hè? Wat heb jij besteld? Cocktail, hè? Voor mij ook een kapsalon met mayonaise. Met frietjes, hè? Ja. Voor Steeboord. We hebben hier de Pinksterfeesten. Als je daar meer over wilt weten, kun je op Spotify de Pinksterpraat opzoeken. Dat is mijn podcast. Ik kom daarin. Ik ga daar dingen in. Zeker luisteren. Hey, ciao hè. Oh, blijft zo mooi hè. Oh, blijft zo dik die auto. Even bellen. Ik heb mijn handen vol. Zo, dames en heren, ik ben weer thuis na een lange dag. Het was wel super jammer dat we niet konden filmen in het zwembad. Ik had er wel op gehoopt, maar er stonden echt overal plakkaatjes en zo van geen camera's, geen GoPro's. Heel jammer. Het was ook super random trouwens. Het stond totaal niet gepland dat ik ging zwemmen, maar goed. Joran die werd gebeld door Krijn en die zei kom zwemmen. En toen zei ze van ja, ga ook gewoon gezellig mee. Dus ben ik maar mee geweest. Was wel fijn. Was ook super weinig volk daar, dus was op zich wel chill. Even van de wereld afgesloten, gewoon onder water. Nu ben ik terug thuis. Ik moest nog even de vlog online zetten, want ik was die vergeten uploaden. Ik had die wel helemaal gerenderd gelukkig en geëdit. Maar ik moest die alleen nog uploaden. Dus nog een half uur. En dan komt die online. Dat is wel echt een ding wat hier super handig zou zijn. Hè? Zo fiber, dat moeten we echt hebben. Super gek, want Sammy, boerpapa die in Spanje woont, heeft dat. Midden op de berg in Spanje. En wij hebben dat hier zelfs nog niet. Dus kan echt niet eigenlijk, maar goed. Dus het duurt even wat langer, maar dan is er wel weer even kijken. De vlog duurt 22 minuten, die vandaag online komt. Dus 22 minuten kijkplezier. En zo is er alweer een dagje voorbij, dames en heren. De zaterdag... Nee, wacht. Zondag is weer om. Het leek vandaag wel echt maandag, doordat Bo naar stage moest. Of ja, naar stage. Die moest meehelpen op set. In Hasselt filmen voor een roeiwedstrijd of zoiets. Dus ja, het leek echt maandag vandaag. Maar dat is dus morgen pas. Het was dus wel zondag vandaag. En dat betekent de mol kijken. Super spannend. Volgende week is de finale, dus dan zwijg ik er ook over, dan is het gedaan. Maar ik moet zeggen, het is het eerste jaar dat ik dit volg en ik vind het echt super spannend. Dus ik ben heel benieuwd wie uiteindelijk dan de mol is volgende week. In ieder geval mensen, wij gaan weer lekker slapen. Ik ben kapot. Ik denk dat het door het zwemmen is, want we hebben er echt 2 uur of zo in dat water gelegen. En baantjes trekken en springen en ja. Wel echt jammer dat ik geen GoPro mocht meenemen, want dat is zo goed voor de vlog. Maar ja,
Het is nu eenmaal zo. Wel super vet, denk ik, de 360 beelden van achter de Audi bij Joran. Ik moet ze wel nog editen morgen. Maar ik denk wel dat dat hele vette beelden zijn. Dus ik ben benieuwd. Jullie hebben ze al gezien. Laat weten in de comments wat jullie ervan vonden. Ik check jullie morgen weer. Vergeet niet te liken, te reageren en te abonneren hier beneden. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur in een gloednieuwe vlog. Ciao!